En wat nu dan? Vertrouw in jezelf. Wat moet dat nou weer betekenen? Denk diep na. Wat voor stel ik het over? Nee, dat hebben ze niet. Volgens mij hebben zeker weten geen cadeau voor jou meegenomen. Jurgen, hoe flik je het om hier weer bij mij op mijn land te komen? Je hebt dat verrotte kind meegenomen, Jim? Wat doe je hier op zijn eerst? Ga weg! Ik hoef jou niet, geen kinderen hier! Oh, het is niet voor kleine kinderen! Eerpas in drapa! Oké. Oh, ik ben weer in de jungle. Ik ben weer bij de tempel. Ik vraag me echt heel erg af hoe het met Levi is. Want Levi zou hier dus nog het onderzoek doen naar wat we hadden gevonden. Maar het is natuurlijk best een gevaarlijke plek. En voor hetzelfde geld loopt hij gevaar. En hij zou brieven naar mij sturen. Maar als ik buiten bewustzijn ben, zou iemand anders dan die brieven nog bekijken of zou niemand het lezen? Voor hetzelfde geld. Ik heb zo het gevoel dat er iets met Levi aan de hand is. Ik heb gewoon het gevoel dat Levi in gevaar is. Trouwens, zou dit de plek zijn waar ik met Mark Jorrit... Nou, ik denk het niet, toch? Dit heeft niks met Mark Jorrit te maken. Dit is het broederschap. Maar misschien dat Levi iets ontdekt heeft, maar... Ik heb het gevoel dat er iets met Levi aan de hand is. Ik moet snel dit raadsel ontrafelen en zorgen dat ik wakker word, want... Het kan niet zo langer. Dadelijk gebeurt er iets met Levi. Oké. Denk na. De hoofdstad. Oh. De hoofdstad. Misschien kan ik daar iets vinden. Oké. Ik ben bij de hoofdstad. Ik weet nog wel dat we hier voor Stefan gingen zoeken. Toen hij was weggerend. Maar gelukkig heeft Emil die weer teruggevonden. Maar... Ik denk niet dat hij hier in een van die winkeltjes... Dat is toen niks speciaals aan. Lijkt me niet tenminste. Ik zou het niet weten. Ik denk niet dat het hier is. Welke speciale gebieden hebben we nog? Oh, we hebben natuurlijk nog dat handelsdeel. Waar Mark Jorrit en Emiel en Stefan over de prijzen aan het handelen waren. Maar zou dat het zijn? Want er kwam uiteindelijk toch alleen maar ruzie van. Omdat... Mark Jorrit te hoge prijzen eiste. Weet maar nooit. We kunnen het even proberen. Maar... denk nou, wat hebben we nog meer in de hoofdstad? We hebben de farms, maar dat is niks speciaals aan. De opslag ook niet. Misschien de havens. Ja, de haven is nog... Nee, ik weet niet. Ik denk het niet. Welke locaties hebben we nog meer? Oké, maar hier is die veilingshal, maar ik denk niet dat dit het is. Ik weet nog wel dat ik het gesprek had met Mark Jorrit. Over... Toen leek alles nog zo goed te gaan. Alles ging zo goed. En waar is het toen fout gegaan? Ik weet nog dat ik hier met Mark Jorrit heb gesproken toen, privé. En wat is er gebeurd? Oh, hey, ik ben bij de mijn. Oh, dit zou het wel eens kunnen zijn. Hier ben ik natuurlijk met Wouter toen en met Mark Jorrit naartoe gegaan. Omdat hij hier iets had gevonden op onze eerste nacht of zo op het eiland. En... Maar wat was het ook alweer? Waarom herinner ik me daar niks meer van? Wat is er gebeurd hier? Zou hier het hart naartoe moeten brengen? Zou dat iets veroorzaken? Oké. Ik weet het niet meer. Ik weet nog wel dat we hier naar beneden gingen, maar... Ik weet niet meer wat we hebben gevonden. En waarom ben ik dat kwijt? Waarom kan ik me dat niet herinneren? Mark Jorrit was gaan mijnen. En... Vervolgens had hij iets gevonden, maar... Maar wat was het ook alweer? Ik ben hier nog met Wouter gaan kijken toen. En met Mark... Zou dit de kern van het eiland zijn? Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Oh ja, dat was het. De piep. Ik ben wakker. Eindelijk. Ik ben weer wakker. En ik ben in New Vrenren. Hoe lang zal ik hier liggen? Ik moet dus checken wat er met Levi aan de hand is. Want ik heb echt het gevoel dat hij in gevaar is. En
en kijken waar Marjorie is, want ik denk dat ik weet hoe ik het oplos. Laat ik snel iemand zoeken. Hello?